Iedereen sluit elkaar uit. Wie sluit u nou uit? Helemaal niemand. Echt niet? Nee. Nog een week tot de provinciale statenverkiezingen en het grote uitsluisspel is begonnen. Wie wil nou wel met de een, maar niet met de ander? D66 heeft ook een duit in het zakje gedaan. Want die partij zegt, wij zien het niet zitten om in de provincies samen te werken met BBB, JA21 en PVV. Omdat die fundamenteel anders denken over stikstof en klimaat. Wat wij hopen is dat ze erop terugkomen en dat zij natuurlijk zeggen, nee, we willen die stikstofcrisis wel aanpakken. We kunnen dat wel in 2030 halveren. We willen de klimaatcrisis wel aanpakken. Kijk, dan valt het te praten. Het is democratie, je kan niet miljoenen mensen opzij zetten. Dus ik vind het ook een beetje arrogant, zoals mevrouw Kaag, maar ook anderen doen, om voor de verkiezingen al partijen uit te sluiten. Zij zijn nou helemaal niet aan zet. De kiezer is nu aan zet. Ja, vind ik heel arrogant. Dus ik vind het ook onverstandig, want daarmee maak je die kiezers nog bozer. Ik heb het al vaker tegen D66 gezegd van, kijk eens in de spiegel. Ben je niet onderdeel van de polarisatie die je wilt bestrijden? En wat doe je eraan? Dus dit vind ik, ja, dit vind ik typisch de upper lip van D66. Ik denk dat het juist heel goed is en eerlijk om aan de voorkant duidelijk te maken aan kiezers waar je aan toe bent. Dat als je D66 stemt, dat we vooruit willen, dat we de stikstofcrisis willen oplossen en het niet weer vooruit gaan schuiven met de grote sneeuwschuiver. Nou, bent u niet van het uitsluiten, hè? Ik ben niet van het uitsluiten. Nee. En dan las ik een interview in de Telegraaf waarin u zei, maar met Rutte ga ik niet. Dan sluit u wel een persoon uit. Ja, nou kijk, als er nieuwe Kamerverkiezingen komen, en die kans is heel erg aanwezig dat die al eerder komen dan over 2 jaar... Dan sluit ik een VVD natuurlijk niet uit. Maar ik zal aangeven in die gesprekken die we dan gaan hebben, dat ik niet in een coalitie stap met een VVD waar Rutte terugkeert als minister-president. Iedereen sluit elkaar uit, hè? Ja, hoe zat het nou ook alweer bij Denk? Dat is de paringsdans vlak voor verkiezingen. Ja. Maar wij sluiten niemand uit. Nou is er één hele populaire politicus die geen rol speelt in het grote uitsluitspel, want hij doet simpelweg niet mee aan de provinciale statenverkiezingen. Pieter Omtzigt natuurlijk. Meneer Omtzigt, op wie gaat u stemmen eigenlijk woensdag 15 maart? Uw stem is van doorslaggevende factor. Ik heb nog geen besluit genomen op wie ik ga stemmen. Dat geloof ik niet. Nee, echt niet. Echt nee. Niet? Nee, echt niet. En wat vindt u trouwens van het hele spel van het uitsluiten wat u nu over en weer ziet? Hè? D66 wil dan weer niet met BBB en JA21. Klaver zegt net van de klimaatwet gaan we niet steunen als we in de Eerste Kamer komen. Ja, het is weer de retoriek, hè, die we zien. Nou, ik vind het een hele rare verkiezing aan het worden, want het is natuurlijk gewoon een verkiezing voor de Eerste Kamer. En volgens mij was het hele idee van de Eerste Kamer dat er andere senatoren zitten dan de Tweede Kamerleden. En als de Tweede Kamerleden van een bepaalde fractie gaan over de stem van hun fractie in de Eerste Kamer, dan kun je feitelijk de Eerste Kamer afschaffen. Het hele idee was dat daar een onafhankelijk oordeel gegeven wordt. Er gaan een paar maanden overheen, de formatie loopt stroef, Rutte klopt op de deur, wilt u alsjeblieft toch niet met ons samen in de regering? Dan zeg ik, als jij wat anders gaat doen. Okay. Ja. Okay. Helder, dan staat dat bij deze nog eens vastgelegd. Ja, zeker. Daar mag je me op vastbinden. Ik kan weinig garanties geven, maar deze garantie ga ik je geven.